Op 25 juni 2022 werd er in Den Haag de jaarlijkse Veteranendag gehouden. Zo heeft Maluku voor Maluku het voor elkaar gekregen dat sinds 2019 de Ambonese knilmilitairen de veteranenstatus hebben gekregen. En daarom heeft Maluku voor Maluku sinds 2019 een stand op het Malieveld tijdens dit evenement. Dit evenement trekt jaarlijks een bezoekersaantal tussen de 90 en 100.000 bezoekers. Dit is een mooie gelegenheid om de politieke kant te belichten. Maluku voor Maluku heeft Fronsi Wolima uitgenodigd om gezamenlijk op deze dag, zij aan zij, op het Malieveld te staan. Fronsi Wolima heeft dan ook haar bijdrage geleverd door middel van culturele uitingen en een presentatie. Hier een samenvatting van bijna een uur van de Veteranendag 2022. En als het goed is, krijgen we ook, dat is heel belangrijk, onze Molukse muziek-oergeluid te horen. Genoemd. En dit is onze vlag. Blauw, wit, groen en rood. En eigenlijk gaat het om die vlag. Er zijn twee redenen waarom wij hier zijn. De eerste reden is de proclamatie van de Republiek der Zuid-Molukken.
Daarom zijn wij hier. En de tweede reden is dat onze vaders, toen ze hier naartoe werden gebracht, zijn de kneelsoldaten. En hier staan, ja. En dan die kant op praten. Ja. Mensen die belasting hebben, moeten aanschuiven. Ja, want dus, dat betekent dus, onze vaders zaten bij de kneel. De tweede reden is, toen zij hier naartoe kwamen, zouden ze moeten worden gedemobiliseerd. En ze kunnen alleen worden gedemobiliseerd, dat betekent ontslagen worden uit het leger, de Koninklijke Nederlands Indisch Leger. Dat kan alleen maar gebeuren in een land van herkomst. En dat is tot op de dag van vandaag nooit gebeurd. Dus de aanwezigheid van ons Ambonezen hier in Nederland heeft om deze twee redenen te maken. De proclamatie van de Republiek der Zuidmolukken en de komst van onze vaders, waren toen kneelsoldaten, die zijn nooit gedemobiliseerd geweest. En dat heeft verregaande gevolgen, ook voor ons nu. Daarom staan wij hier en met dank ook aan Maluku voor Maluku, dat ze ons hebben uitgenodigd dat wij hier mogen staan om ze met het verhaal van de Ambonezen te vertellen. Laat ik eens beginnen, want wij zijn van het Front Siwalima. Dat is de Zuid-Molukse bevrijdingsbeweging die streeft naar de totale vrijheid en onafhankelijkheid van de Republiek der Zuid-Molukken. Nou moet je dus weten dat voor die tijd, voordat de proclamatie op 25 april 1950 heeft plaatsgevonden, zijn er twee begrippen die heel belangrijk zijn voor ons. Dat is het recht op zelfbeschikking. Het recht op zelfbeschikking en het feit, elk volk heeft recht om een eigen lot te beschikken. Dus het recht op zelfbeschikking en een volk zijn twee belangrijke begrippen. En deze twee begrippen die slaan ook echt op ons. Op de Ambonezen, op de Molukkers, op Zuid-Molukkers. En nu gebruiken wij onze oorspronkelijke naam, dat is het Alivoerenvolk. Nou, het recht op zelfbeschikking is rond 1941 eigenlijk al geïntroduceerd door Winston Churchill en door de president van Amerika toen de tijd, Roosevelt. Die hebben een handvest gemaakt, het handvest van de Europese handvest. Ik was het even vergeten, maar in elk geval, daarin hebben ze het kennengegeven dat elk volk het recht heeft om over zijn eigen lot te beschikken. Dat was rond 1941, dat was al tijdens de Tweede Wereldoorlog. Koningin Wilhelmina heeft tijdens haar radioredes, zij staat toen in Londen, zij sprak toen via Radio Oranje tot het Nederlandse volk in Nederland, maar ook tot de volkeren in Nederlands-Indië. Koningin Wilhelmina heeft toen bij monden ook al een paar keren gezegd dat zij achter deze handvest te staan het recht op zelfbeschikking van alle volkeren. Dus koningin Wilhelmina ondersteunt het handvest van Winston Churchill en van Roosevelt. Met het gevolg dat de Nederlandse regering ook zeg maar die goedkeuring van Wilhelmina heeft overgenomen en ook hebben verwerkt in hun zeg maar beleid. En die beleid is tot stand gekomen toen vlak na de Tweede Wereldoorlog, rond 1945, toen heeft Sukarno, die heeft de Republiek Indonesië uitgeroepen, maar zonder voorafgaande overleg van alle volkeren in Nederlands-Indië. Waardoor zeg maar, die proclamatie eigenlijk onrechtmatig was. Nederland, die haar gezag eigenlijk op dat moment wilde herstellen, voerde politionele acties uit. Zij zond dus Nederlandse militairen hier in Nederland naar Indonesië in samenwerking met de Ambonezen door Ambonese kneelsoldaten. Hebben zij de orde weer in Nederlands-Indië kunnen herstellen. Nou, op dat moment, vanaf 1945 tot en met 1950, zijn er verschillende onderhandelingen plaatsgevonden, waarbij, denkend aan wat Roosevelt en koningin Wilhelmina had gezegd, het recht op zelfbeschikking en op alle volkeren. Toen heeft Nederland zeg maar de federale vorm gekozen voor alle volkeren in Nederlands-Indië. Waarom heeft Nederland dat gedaan? Omdat dat elk volk in elk gebiedsdeel nog het recht kan hebben om een eigen positie te bepalen naar de Nederlandse staat toe. Maar goed, ze hebben dus de Verenigde Staten van de Republiek van Indonesië eigenlijk opgericht.
Dat is in verschillende verdragen naar buiten gekomen. De Malino, de Den Passer, de Lingajati, de Renville. Tot en met de Ronde Tafelconferentie. De Ronde Tafelconferentie werd hier in Amsterdam, geloof ik. Werd het gehouden, zo hier, is Den Haag natuurlijk. Werd in Amsterdam gehouden. En tijdens die Ronde Tafelconferentie werden dus de Verenigde Staten van Indonesië, dus de onafhankelijkheid van Nederlands-Indië, overgedragen aan de Verenigde Staten van Indonesië. Nederland was mede ondertekenaar van die verdrag, de Ronde Tafelconferentie, samen met mensen van die toen de tijd de Republiek Indonesië hadden opgericht. En we moeten niet vergeten dat de VN, de Verenigde Naties, was ook mede ondertekenaar van die Ronde Tafelconferentie. Dus alle verdragen, alle resultaten van die verdragen, die overeenkomsten die gedaan zijn tussen 1945 en 1949, hebben uiteindelijk een resultaat gevonden in de Ronde Tafelconferentie. De Ronde Tafelconferentie werd gedaan, de soevereiniteit werd overgedragen aan de Verenigde Staten van Indonesië, bestaande uit 16 deelstaten. De Zuid-Molukken, die vanaf het begin af aan eigenlijk niet mee wilden doen met die Verenigde Staten van Indonesië, werden eigenlijk al min of meer gedwongen door de Nederlandse overheid om toch maar deel te nemen aan die Verenigde Staten van Indonesië. Waarop de Zuid-Molukken ja hebben gezegd en via hun Zuid-Molukkenraad hebben zij gezegd zij willen best toetreden tot de Verenigde Staten van Indonesië en zij willen best wel deel uitmaken van één deelstaat, dat is de Republiek van Oost-Indonesië, onder voorwaarden. Een van de voorwaarden was dat mocht blijken dat de deelstaat Oost-Indonesië niet in staat is om de belangen van de Zuid-Molukken te waarborgen, waaronder bijvoorbeeld de veiligheid, dan hebben de Zuid-Molukken het recht om uit die federatie te treden en een eigen staat in het leven te roepen. Nou, kort na de soevereiniteitsoverdracht in 1949 begon in februari 1950 Sukarno met geweld alle andere deelstaten omver te werken. Het doel was om een eenheidsstaat op te richten met Java als machtscentrum. Nou, toen de Zuid-Molukken dit zagen, namen zij meteen stappen om een recht op zelfbeschikking zeg maar, te verdedigen en te nemen. Toen hebben ze op 25 april 1950 unaniem besloten om de Republiek der Zuid-Molukken in het leven te roepen. En dat hebben ze dus gedaan. Dus vanaf 25 april 1950 is de Republiek der Zuid-Molukken opgericht als een eigen, onafhankelijke en een vrije staat, conform alle voorafgaande afspraken die gemaakt zijn in al die overeenkomsten en ook een recht baserend op die handvest van elk volk heeft het recht op zelfbeschikking. Nou, toen die proclamatie heeft plaatsgevonden, waren een deel, groot deel van de Ambonese kneelsoldaten bevonden zich op Java. Die konden toen dus niet naar Java, niet naar Ambon gaan, want ze worden tegengehouden. Want zij hadden eigenlijk, volgens de wetsbepaling van Nederland toen, alle kneelsoldaten moeten worden gedemobiliseerd, dus ontslagen worden uit het leger in hun land van herkomst. Dus zijn er Javanen, die moeten dan gedemobiliseerd worden op Java. Zijn er Sumatranen bijvoorbeeld, die moeten worden gedemobiliseerd op Sumatra en gaan zomaar door. Tot en met de Ambonezen. Die kozen toen eigenlijk om te worden gedemobiliseerd op het eiland Ambon, in een land van herkomst. Maar Sukarno wilde dat niet, want dan heeft het te maken met ongeveer 4000 welgetrainde kneelsoldaten. Dus hij hield het gewoon tegen. Toen heeft Nederland de keuze gemaakt aan de Ambonese kneelsoldaten. 1. Willen jullie opgaan in de RIS, het leger van de federale leger, hebben ze geweigerd. Of willen jullie gedemobiliseerd worden, en let wel, en dan moet je goed luisteren, in gebiedsdelen in de Molukken die toen de tijd al bezet werden door Indonesië. En toen kozen de Ambonese kneelsoldaten eigenlijk om te worden gedemobiliseerd in Papua-Nieuw-Guinea, om van daaruit zeg maar de Zuid-Molukken te verdedigen. Maar ook dat werd geweigerd. Op het moment dat ze dat weigerden, had de Nederlandse regering toen al besloten om alle kneelsoldaten tijdelijk de status te geven van de KL, de Koninklijke Landmacht. Van 26 juli 1950
kaneel eigenlijk wordt ontbonden. Volgens de bepalingen in de soevereiniteitsoverdracht. 24 juli, twee dagen voor het beëindigen of voor het opheffen van de kaneel, plaatste Nederland alle kaneelsoldaten onder de KL-status. Met de bedoeling om hen straks in te schepen onder dienstbevel naar Nederland. In die tussentijd heeft een delegatie van Apopono hier in Nederland een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse staat om te voorkomen dat de Ambonese kaneelsoldaten worden gedemobiliseerd om het afvloeien in het, op Java of in bezet gebied van Indonesië. Nou, alle gerechtshoven, tenminste gerechtshof in Nederland, hebben toen zeg maar, bepaald dat de Nederlandse staat dat niet mag doen. Dus de Nederlandse staat mag de Ambonese kaneelsoldaten dus niet laten afvloeien in bezette gebieden door Indonesië. Wat heeft Nederland toen gedaan? Toen heeft Nederland zeg maar, besloten om alle Ambonese kaneelsoldaten tijdelijk naar Nederland over te brengen voor een half jaar. En dat hebben ze kunnen doen door hen onder dienstbevel te plaatsen. Dus die KL-status gaat alleen maar als doel om de Ambonese kaneelsoldaten onder dienstbevel naar Nederland te kunnen overbrengen. En in 1951 kwamen toen 4000 Ambonese kaneelsoldaten met hun gezinnen ongewild toch naar Nederland. Ze hebben eigenlijk, zij konden niet, waren twee redenen. Ten eerste onder dienstbevel. Ja, u bent soldaat, veteraan, maar u weet als u dienstbevel krijgt, wat moet u dan doen? Opvolgen. Opvolgen toch? Ja. Dus de Ambonese kaneelsoldaten hadden geen keus. Zij moesten gewoon eens gaan inschepen naar Nederland. Met de gedachte dat ze maar een half jaar zouden blijven en de belofte dat ze terug zouden keren naar een vrij Ambo, dat heeft hen eigenlijk toen bewegen om naar Nederland te gaan. En ook toen zij naar Nederland gingen, mochten ze per gezin maar 3 kinderen meenemen. De 4e kind, de 5e kind, ja, die moet je maar helaas achterlaten. Met het gevolg dat heel veel kinderen hun ouders niet meer hebben teruggezien, of heel veel ouders hun kinderen ook niet meer. Dus toen de Ambonese kaneelsoldaten hier in Nederland aankwamen, werden ze, ik mag wel zeggen, niet goed opgevangen. Ze werden in doorvoerkampen waar Joden toen zaten, voordat ze naar Duitsland worden afgevoerd, of in concentratiekampen zoals Westerbork en Vught ook. Hè? Ja, we zijn daar eigenlijk ondergebracht. Probleem, ze werden niet goed opgevangen. Ze werden compleet aan hun lot overgelaten. Maar de Nederlandse regering had andere plannen met de Ambonezen. Want zij waren een doorn in het oog van de Nederlandse regering. Waarom deze Ambonese kneelsoldaten, op het moment dat ze niet worden gedemobiliseerd, blijft Nederland dus politiek verantwoordelijk voor de kneelsoldaten, Ambonese kneelsoldaten, hun gezinnen, hun kinderen en hun nazaten. Zolang zij niet gedemobiliseerd zijn. Dat is de politieke verantwoordelijkheid van de Nederlandse regering. Maar wat deed de Nederlandse regering? Zij begon eigenlijk een foefje te bedenken van hoe kom ik af van deze Ambonese. Nou, ze hebben dus eigenlijk die tijdelijke verblijf hebben ze omgezet naar permanent verblijf. Dat was in 1951. Nou, we leven nu in 2022 en nog steeds zijn we hier. Ik ben van de tweede generatie Ambonese, dus mijn vader was kneelsoldaat. Hij heeft gediend onder Westerling. Hij was een groen beret. Hij zat bij de Special Corps. En ik ben trots dat mijn vader bij de kneel zat. Wat ze nu ook mogen zeggen, wat ze nu ook proberen te doen om onze vaders eigenlijk te betichten van oorlogscriminaliteit, dat kan ik niet accepteren, dat zal ik ook nooit accepteren. Ik ben trots dat hij er is, want door hij, en door mijn moeder natuurlijk ook, zijn wij hier. En wij staan hier eigenlijk ook in hun naam en eigenlijk om hun strijd eigenlijk voor te zetten. Eén ding. Jouw landgenoten die werden opgevangen in Nederland en nooit thuis. Ik heb kennis die moesten hun verblijf kosten. Hoe kruiden ze betalen waar ze werden opgevangen? Ja. Ze hadden geen rode rotscent, maar ze moesten toch
de hotels waar ze zaten, moesten de verblijfkosten betalen, waar ze die rekeningen waren. Ja. Ik wil jouw verhaal even ondersteunen. Militaire veteranen, die weten allemaal wat de 7e december divisie is. En de speech van Wilhelmina, die sprak ze uit op 6 december, maar die kwam aan in Nederlands-Indië op 7 december. Dat is de 7 december toespraak van Wilhelmina, kan je googlen. Staat tegenwoordig ook op Zandblok. Dubbelzinnig. De uitspraak van Wilhelmina was ook dubbelzinnig. Nou, dat een jaar om. Dat is een kentering in het verhaal. Dat gaat volgende maand zeer waarschijnlijk komen. Ik heb wat netwerk in de pers. Het feit dat de Nederlandse overheid nog steeds verantwoordelijk is voor de knielabonnezen en hun kinderen, zoals omschreven is in de veteranenwet, blijft keihard overeind staan, want met de 7e december toespraak heeft zij, let op, hele kniel onder Defensie Den Haag geschoven. Dat weten wij nog niet met z'n allen, maar ik heb een onderzoeksteam en daar zijn dus bevelen, en dat is ook ministerieel besluit, dat Defensie vanaf 7 december Den Haag verantwoordelijk is voor de knielamnese. Het wordt nu verteld dat wij onder het Indisch gouvernement vallen, maar alleen maar door het feit dat zij onder Den Haag gaan vallen. Want anders kunnen ze de opdracht niet aannemen. Nederlanders, het is een strijd van veteranen tegen de Nederlandse staat. Want het is Gods geklaag dat wij nog een veteranendag gaan houden en dat die politieke figuren ons gaan toespreken, terwijl ze eerst de Indiganger afmaken als oorlogsmisdadiger. Ik zou eigenlijk naar de Koninklijke Schouwburg, maar ik ben niet gegaan. Weet u waarom? Nu is Afghanistan aan de beurt. Er komt een onderzoek aan, 20 jaar Nederlandse militaire op missie in Afghanistan. En dezelfde onderzoekers die onze vaders, opa's uitmaken als oorlogsmisdadigers, die hebben een pot subsidie van 10 miljoen euro gekregen. En ze mogen zelf de opdracht invullen. Ik voorspel dat de Afghanistan-veteranen de tweede aan de beurt zijn. Er is een pot van 10 miljoen geschonken aan de NIOD en andere onderzoekscommissies die alle Indië-veteranen bestempelen als oorlogsmisdadigers. Afgelopen week hebben ze dezelfde instanties de fiat gegeven met 10 miljoen. Het gaat om veteranen die niet goed worden behandeld door de Nederlandse politiek. Ik wil de heren welkom heten. Ik was net bezig met een verhaal over de komst van de Ambonezen. Ik heb het nog steeds over Ambonezen. En ook de Ambonese kneelmilitair naar Nederland. En hier in Nederland aangekomen werden ze niet goed opgevangen. We werden in Dovenkampen gestopt. En daar moeten we het zelf zien te rooien. Maar wat deed Nederland eigenlijk? Want er waren twee redenen waarom wij hier in Nederland zijn overgebracht onder dienstbevel. We zijn dus hier absoluut niet vrijwillig gekomen, zoals dat toen de tijd in het verleden wel eens werd gesuggereerd, ook door Nederlandse politici. En dan noem ik onder andere zoals Marga Klompé toen de tijd dat een keer had gezegd. En mijn vader zag het en die werd heel erg kwaad want ze zei van dat we hier vrijwillig waren gekomen. Maar goed, wat deed Nederland eigenlijk om die politieke verantwoordelijkheid die ze had naar de Ambonese kneelmilitairen, hun gezinnen en hun nazaten? Nederland kon alleen maar één ding doen, het is afdoen van die politieke verantwoordelijkheid. Dat kon ze doen door de aanwezigheid van de Ambonese kneelmilitairen hier in Nederland te socialiseren. Ze maken er een sociaal problematiek van. Dat konden ze doen, dat zijn ze begonnen in 1956, toen werd de commissariaat voor de Ambonezenzorg in het leven geroepen. Die had tot taak
de algemene sociale maatschappelijke zaken van de Ambonese te regelen en te zorgen, waaronder huisvesting, voorlichting, voeding, noem maar op. Dat had Nederland toen gedaan en na verloop van tijd, want ze hadden een bepaald idee in hun gedachten om dat te gaan doen. In 1956, 1970 heeft de commissariaat van Ambonese Zorg bestaan en daarna zijn ze in 1970 opgeheven en dan zijn ze eigenlijk overgenomen door de CRM. Is met recreatie en maatschappelijk werk. Nu VWS. Ja, nu is het de WVS, VWS geworden. Totdat in de jaren 70 begon eigenlijk onder de Molukse jongeren iets te roeren. Zij konden zich niet meer vereenzelvigen met het beleid, de integratiebeleid van de Nederlandse regering. Want die maakten er van een tijdelijk verblijf, maakten ze er een permanent verblijf van. Door de Ambonese kneelsoldaten rond 1956 de zelfzorgregeling in te voeren. Dat houdt in dat alle Ambonese kneelsoldaten zich moeten deelnemen, ze moeten aanmelden om deel te kunnen nemen aan dat arbeidsproces. Zodat ze eigenlijk voor hun eigen gezin moeten kunnen zorgen. Zo kon Nederland eigenlijk afdoen van haar politieke verantwoordelijkheid naar de Ambonese toe. Rond 1970, 1980, dat waren hele woelige jaren in Nederland. Ten aanzien van de Ambonese, van de jongeren, die begonnen het niet meer te accepteren. Toen krijg je een soort radicalisering onder de Molukse jongeren, waar je de actie van Wassenaar krijgt. De actie hier in de Vredespaleis en de demonstratie, maar ook de treinkapingen van Wijster tot en met de punt. Eigenlijk alleen maar aanleiding voor de slechte staat, de slechte zorg eigenlijk, de ontkenning en de verloochening en het verraad van de Nederlandse regering naar de Ambonese toe. Toen werd er in 1975 werd in het geheim de akkoord van Wassenaar eigenlijk ontworpen. Dat was een joint comité van Nederlanders en Indonesiërs met als doel zeg maar om die radicalisering van de Molukse jongeren eigenlijk in te temperen. Om er een weg te zoeken van hoe kunnen wij deze Molukse jongeren en de Molukse gemeenschap hier in Nederland zodanig gaan doen dat zij eigenlijk zich gaan stilhouden en zich eigenlijk gaan overgeven aan de Nederlandse wetgeving. Maar in 19 die radicalisering toen begon, toen hebben zij dus die akkoord van Wassenaar zeg maar, in het leven geroepen. En het frappante ervan is dat de inhoud van die akkoord van Wassenaar mag op aandringen van de Indonesische regering nooit worden prijsgegeven. Het mag nooit naar buiten worden gebracht. En vanuit die akkoord van Wassenaar zijn verschillende beleidsmaatregelen zeg maar, door de Nederlandse regering in het leven geroepen. En misschien kunnen de tweede generatie Molukkers hier dit zich nog herinneren. We kregen de oriëntatiereizen, u weet dat nog. De werkloosheidsprojecten. De werkloosheidsprojecten werden in het leven geroepen om kansloze werkloze Ambonese jongeren toen de tijd hier in Nederland tijdelijk in Indonesië te werk te stellen zodat zij daar ervaring op kunnen doen. Maar het vreemde van is dat iemand van een Indonesische ambtenaar die zei op een gegeven moment wat wij hier in Indonesië nodig hebben zijn jongens en meisjes met kennis en ervaring. Terwijl zij het hier in Nederland spelen alsof het werkloze jongeren Molukkers moeten zijn om een ervaring op te kunnen doen in Indonesië. Maar dit alleen heeft alleen maar te maken met het doel om de aandacht van de Ambonese jongeren af te leiden van de proclamatie van de Republiek der Zuid-Molukken en het feit dat hun vaders kneelsoldaten zijn, om hen daarvan af te leiden. Dat wij hier niet meer aan gaan denken. Dat wij ons gewoon gaan integreren in de Nederlandse samenleving. Dus toen kregen we het integratiebeleid van de Nederlandse regering. Met het gevolg eigenlijk dat de Molukse of de Ambonese die in die kampen woonden, werden ondergebracht in woonwijken die speciaal gebouwd zijn voor de Ambonese.
Dat werd toen gedaan onder de commissie of comité van Verwij Jonker. Dat werd toen in het leven geroepen om aparte woonwijken voor de Ambonezen speciaal te bouwen, zodat zij dus in de Nederlands in kunnen wonen en zeg maar kunnen integreren in de Nederlandse samenleving. Zo worden wij steeds zeg maar weggedrongen van die vierkleur en weggedrongen van onze vaders die eigenlijk kneelsoldaten zijn. Nou, rond 1960-1963 werden de Ambonese kampen soms met geweld, soms werden ze gedwongen om hun kampen te verlaten en zeg maar voorgoed in de woonwijken zeg maar te gaan vestigen. Totdat ergens in 1990 krijg je weer een kentering in het hele Nederlandse beleid. Toen werden de kerken die ook speciaal gebouwd waren voor de Ambonese en de moskeeën en de woningen, die waren toen allemaal staatseigendommen. De woningen werden overgedragen aan particuliere woningbouwverenigingen. En de kerkgebouwen en de moskeeën werden overgedragen aan de Ambonese, zodat ze er zelf ervoor moeten zorgen. Aan de ene kant klinkt het mooi, maar aan de andere kant is het weer het afdoen, het afbouwen van die politieke verantwoordelijkheid van de Nederlandse staat naar de Ambonese. Dus hoe meer sporen zij uitwissen die kunnen leiden naar de situatie vanaf 1950, hoe beter het voor hen zelf is. Ze hebben dus eigenlijk die hele kwestie van de Ambonese en de moeilijkste wijken hebben ze moeilijkste kampen hebben ze opgegeven. En met het overdragen van de woonwijken naar particuliere woningbouwverenigingen maak je eigenlijk ook dat alle andere mensen zich ook kunnen inschrijven in de woonwijken wat eigenlijk toen bestemd waren voor de Ambonese. Daarom kreeg je nu ook de reactie, let wel, van de vierde generatie en ook van de derde generatie, die met alle geweld eigenlijk ook die Ambonese woonwijken willen behouden. En ik kan het alleen maar begrijpen, want dat doet mij ook alleen maar denken aan zeg maar mijn vader als kneelsoldaat. En het doet ook denken aan de reden waarom wij hier in Nederland zijn overgebracht onder dienstbevel vanwege de proclamatie van de Republiek der Zuid-Molukken en ten tweede de kneelaffaire. Zij willen de hele kneelaffaire willen zij gewoon van de baan af doen. Wij mogen ons daar niet mee bezighouden. Daarom zijn we blij dat er nu ook politieke partijen in Nederland zijn, zoals de Van Hagen, die toch, zeg maar, laat ik zeggen, ook de moed heeft om zeg maar, onze zaak zeg maar, waar te nemen. En dat betekent voor ons eigenlijk ook een groot stuk erkenning. En dat geeft ons ook, zeg maar, ook moed om verder te gaan daar waar zij willen dat wij gaan stoppen. Wij gaan door. Onze streven, onze strijd voor een vrij Republiek der Zuid-Molukken. Wij gaan door met het aanvechten van de rechten van onze vaders. Hun kneelrechten. Want ze zijn nooit gedemobiliseerd geweest. Wij roepen ook op de Nederlandse politiek, en u in het bijzonder, en ook de Nederlandse veteranen. Steun ons, help ons. Erken de Republiek der Zuid-Molukken, erken ook de Ambonese kneelsoldaten, hoewel ze er niet meer zijn. Mijn vader leeft niet meer. Zoals heel hun opa's, die kneelsoldaten waren, leven niet meer. Zij kunnen niet meer zichzelf verdedigen. Dus om hen nu aan te merken als oorlogscriminelen, vind ik alleen maar verwerpelijk. Zij zijn er niet meer, zij kunnen zich niet meer verdedigen. Zij kunnen niet meer precies vertellen wat er toen gebeurd is. Dit is schandelijk, dit is verwerpelijk. En wij roepen ook op de Nederlandse politiek en de Nederlandse veteranen om ons hierin te ondersteunen, ons hierin te helpen. Dat wij nog steeds die trotsheid van onze ouders nog steeds met ons meedragen en samen met jullie schouder aan schouder ons in willen zetten voor deze twee dingen. De Vrije Republiek der Zuid-Molukken en onze kneelrechten. Dat die uiteindelijk gewoon gerespecteerd worden en ook naar de juiste vorm en juridisch gezien ook als zodanig worden behandeld. En dat kunnen wij alleen doen als jullie letterlijk en figuurlijk schouder aan schouder met ons staan. Dank u wel. Ik ben nu Guinea-veteraan, maar ik wil zelf de Papua's. Ik ben een paar jaar terug geweest in Papua-Guinea. In de Verlenden hoor. In die grote steden vind je geen hele Papua, dus zijn teruggebracht in de bush. Was niet actief geworden, maar passief geworden. En dat is hier niet bekend wat er gebeurt. Ik ben er 6 weken geweest. Onvoorstelbaar.
daar gebeurt. Dat is hier niet bekend in Nederland. Wat ik wel wil meegeven aan jullie allen, dat ik heel dankbaar ben dat actieve officieren en ook officieren buiten dienst ons al jaren steunen. Eén daarvan is generaal-majoor buiten dienst Leen Noordzij. Iedereen kent hem, want hij is ook, gaat wel vaak mee met ons op tournee. Hij zou eigenlijk 25 april ook naar Brussel mee gaan, maar generaal Noordzij heeft een nieuwe heup. Ondanks dat gaat hij de Vierdaagse weer lopen voor de 400ste keer, als het niet is. En generaal Noordzij is ook mee geweest naar Straatsburg. Ik ben hem daar ook dankbaar voor. Zo meteen komt, als het goed is, de toenmalige inspecteur-generaal der krijgsmacht, generaal-luitenant Hans van Grinsen, nu voorzitter van het Veteranenplatform. En die ben ik ook heel dankbaar voor. En waarom moeten wij zulke mannen dankbaar zijn? Zij hebben meegeholpen om ons als eerste en tweede generatie knielambonnees, oftewel veteranen en hun thuisfront, om in de erkenning te krijgen en waardering met een veteranenstatus in 2017. De afgelopen weken is er een heel raar verhaal op internet. En er wordt er gezegd dat een Molukse vrouw dat allemaal heeft geregeld. Dat is niet zo. We hebben dat te danken aan de IGK, toenmalig Hans van Grinsen. En Leen Noordzij, generaal Leen Noordzij, heeft ook daaraan meegeholpen. En helaas, ik ben degene die de deuren heb opengetrapt. Met behulp van mannen als deze. En de Molukker of de Ambonnees moet zich gaan verdiepen in de veteranenstatus. Maar dat geldt ook voor andere veteranen. Want als je de veteranenstatus kent, ik ben te bedenken met Rob Remy van de Veteran Family Care programma. Dat is het antwoord voor veteranen die op moeilijke missies zijn geweest. Heel veel mensen vergeten dat. Ze komen thuis en het gezin leidt er ook onder. Het Veteran Family Care programma is op dit moment omarmd door de commando's, korps speciaal troepen. En ze noemen het daar de commando Family Care programma, als het niet is. Maar dat is een blauwdruk wat wij hebben bedacht. En waarom zeg ik dat we ook dankbaar moeten zijn richting defensie en officieren? Omdat wij zijn opgevoed met de zin, vertrouw de Nederlander niet. En dat is logisch dat wij dat meegegeven krijgen. Met de paplepel kregen we dat mee. Maar ik durf nu ook keihard te stellen dat het niet zo is. Veteranendag, veteranen, militairen. Zoals meneer Van Haga, die is ook in Nederlands-Indië geweest, Papua Nieuw-Guinea. Die weten wat wij hebben betekend voor de Nederlandse staat. En zij zullen dat ook niet vergeten. Maar ik roep jullie ook op om van die gedachten af te stappen. Er zijn genoeg Nederlanders, instanties, ook politiek, die ons willen helpen. Want het is één groot onrecht en doodpotdossier met schendingen van mensenrechten. Ik weet niet of een van de heren van Haga nog iets wil zeggen. Hij is te praten. Hij is te praten. We hebben door. Oké, Leo. Nou ja, je zegt dat jullie zijn opgevoed met vertrouwde Nederlander niet. Ik denk dat je meer moet zeggen vertrouwde politici niet. Want jullie, de Ambonese, de knilmilitairen, de Molukkers, zijn niet belazerd door de Nederlanders, maar wel door Nederlandse politici. En je ziet altijd, overal weer, dat politici niet goed representeren wat het volk wil. En ik denk dat het volk, dat de Nederlanders, dat we met z'n allen wel een goede oplossing vinden. En we vinden ook met z'n allen dat jullie belazerd zijn. Dus laten we ervoor strijden om dat te corrigeren. Laten we eerherstel nastreven. En nou ja, Leen en jij zijn al bij mij in de Tweede Kamer geweest. Ik denk dat er nog steeds een minderheid is in de Tweede Kamer die achter jullie staat, hè? Want de meeste linkse partijen en ook, laten we zeggen, VVD en alles links daarvan, ja, die twijfelen. Maar ik denk dat er ook een groot aantal partijen is, en die heb je ook gesproken,
die wel achter deze goede zaak staat. En ik denk ook echt dat we daarna moeten streven om daar echt eens een keer een streep onder te zetten. Dus mijn steun heb je. Als je schriftelijke vragen wil stellen, mondelinge vragen, ik doe het allemaal. Ik laat me graag door jou misbruiken. Dus alles wat ik kan doen, doe ik. En nogmaals, succes. Goed, ja, bedankt. Ja. Heel fijn, joh. Jij ook, toch? Bedankt, ja. Mensen die met vader haagappelvelden wil, maar dat kan ik me even voorstellen. Dat kan gebeuren buiten. Ik wil wel een foto met Leo. Hoor. Ja, maar we gaan buiten. Doe even buiten, want we hebben beter licht. Hij er ook bij. We gaan buiten even voor het Ik vind het een mooie foto zo met deze foto. Ja, dat bedoel ik. Mag ik even vasthouden? Even vasthouden? Giovanni. Giovanni. Leo, jij ook nog? Zou je ook wat kunnen vertellen over van, nou ja, wat je hier bij ons zeg maar, hebt opgestoken qua informatie? Ja, eigenlijk, ik wist eigenlijk nooit precies hoe het nou zat met waarom zoveel Ambonese Molukkers naar Nederland zijn. Ik wist dat het kwam omdat de oorlog daar voorbij was en zo, maar ik wist niet dat het zoveel te maken had met dat ze niet gedemobiliseerd waren. En ja, ik wist dat men toen in Westerbork en andere kampen geplaatst werd, maar dat de communities daar zo erg waren, dat wist ik eigenlijk niet van. Dus, ja. Ja, wat voor gevoel heb je daar nu bij, zeg maar? Ja, het is heel erg verdrietig, want je verwacht eigenlijk dat een land goed voor zijn veteranen en hun familie zorgt. En dat dit gewoon nu nog steeds doorgaat, dat ze nog steeds niet echt erkenning en compensatie hebben gekregen, dat zit niet goed. Weet je, ja. Wat vindt u van deze dag? Deze dag, ik ben blij dat we mogen meedoen. En waarom? Duidelijke informatie geven over onze ouders, onze opa's, onze oma's. Waarom zij hier in Nederland zijn. Dat recht hebben zij en dat moeten wij gewoon respecteren. Het mee participeren met Molukken voor Molukken vind ik dan ook heel belangrijk. Ja. En is het belangrijk, het aandeel zeg maar, van FSL hier aan dit evenement? Ja, het is zeker belangrijk dat we hier aan deelnemen. Ten eerste zodat wij onszelf kunnen profileren wie we zijn en wat we zijn. Wat we voor ogen hebben. We zijn een bevrijdingsbeweging. Maar bij zo'n veteranendag is het ook heel belangrijk. Hier komen oud-Indiëgangers. Zij kennen de geschiedenis. Onze geschiedenis staat niet in de geschiedenisboeken. En daarom is het ook heel belangrijk dat wij dat gaan weergeven voor de bezoekers hier. Ook niet alleen onze bankzaam, maar ook aan degenen die hier langskomen, moeten we duidelijk maken door Tifa en Tahori inderdaad, wat we zo net deden. En onze volkslied, dat we hier staan, dat we er zijn en dat we ook staan voor onze oudjes. De juiste geschiedenis, de juiste informatie is gewoon heel belangrijk. Vooral op zo'n dag als de Veteranendag. Zij komen vandaar, de meeste Indiëgangers. En dan is het ook heel belangrijk om het met hen te delen, zodat zij ons ook daarin kunnen steunen. Dus daarom vind ik het belangrijk om hier te staan. Ja. Hallo, goedemiddag. Ik ben niet zo goed met de interview, maar wil je jezelf even voorstellen? Ik ben Danny Turubasa uit Deventer van het Front Sivalima. Ik ben Fini Wierijn en mijn moeder is van Noia. En mijn ouders waren ook APR-messers. Ja, goedemiddag, ik ben Cornelis Rejewaru Molle. En ja, ik kom uit Krimp aan IJssel. Ik zit in de TIFA-groep. Uit Krimp aan IJssel. En ja, oom Leo heeft mij gevraagd om deel uit te maken voor deze dag van de veteranen. Mijn opa heeft twee opa's heeft ook in de KNIL gediend. Dus ja, sowieso een hele bijzondere dag voor ons allemaal als Sudara, als Anak, Anna en Maluku. Okay. Ja, wij van het Front Sivalima willen ook heel graag meedoen juist op zo'n veteranendag. Omdat het belangrijk is voor ons om te participeren met andere groepen. En hoe sta jij daar tegenover met betrekking de veteranendag nu wat er gaande is? Ten opzichte of ten aanzien van de Molukse bevolking hier in Nederland? Nou ja, we hadden net al een jong net al horen spreken. Hè, een stukje verhaal, een stukje geschiedenis.
wat wij nooit mogen vergeten. Maar het moet wel verteld blijven worden, maar ook goed verteld moet worden. En ja, zo'n Veteranendag, ja, daar mag je eigenlijk alleen als kleinkind van een Ambonees knulmilitair alleen maar trots op zijn. Helaas kunnen onze opa's en oma's dat niet meer meemaken. Maar wij staan hier in de Ketongpunya Tanaskarang, Ketongmusi Maju Trus. En dat voelen wij. De Tifa hebben wij net gespeeld. We hebben Kapati Hinamasawai gezongen, gespeeld. En dat voelen wij allemaal. Dus die verbondenheid moeten we blijven voelen, die connectie. Ook met de Nederlanders hier ook. Dus deze dag moet zo belangrijk worden gemaakt als ook voor de Ambonees, voor de KNIL, kleinkinderen, militairen hier in Nederland. Ja. Vanuit Francie Belima hebben we hier mogen staan. Dank daarvoor dat we met z'n allen deze dag samen hebben kunnen en mogen organiseren. U heeft gezorgd dat wij met elkaar deze dag, waarvan wij een bijdrage kunnen leveren. Maar we zijn toch even benieuwd naar bepaalde dingen, hoe u zelf deze dag hebt ondervonden. Juist op de dag als Veteranendag. Nou, ten eerste is logisch dat ik jullie uitnodig en ik ben jullie ook dankbaar dat jullie op de uitnodiging ingaan. Qua gedachtegang liggen wij op één lijn. En ik was blij dat jullie er waren. De dag, hoe is die verlopen? Heel goed. Dit is de derde of vierde keer dat we hier zijn. We hebben ook met corona te maken gehad. Maar daar is nog niet zo'n hoge opkomst geweest. En met name veel Molukkers, tweede generatie. Uit verschillende regio's uit Nederland, ja, dat doet mij vreugd. Van Zeeland tot Hogeveen, Vaassen, noem maar op. Dus ik zie het ook als een feestdag die we moeten vieren. We moeten A, vieren dat wij onder de veteranenstatus vallen. Oftewel dat we eindelijk, dat was in 2017, eindelijk de erkenning kregen voor onze vaders dat zij volwaardige Nederlandse veteranen zijn. Let wel, toen dat gebeurde, was als minister geweest 21 november 2017 op het landgoed Zwaluwberg bij de toenmalige inspecteur-generaal der krijgsmacht Hans van Grinsen. Toen heeft de Nederlandse overheid ook excuses aangeboden. En ik ben blij dat de opkomst heel hoog is. Ik ben blij dat jullie ook cultuuruitingen hebben gedaan. Voor ons is dat een beetje gesneden koek. Maar voor de buitenwacht. Want cultuur moet wel behouden worden. En je ziet nu, het is heel druk, dat je, als ik niet vergis zijn, schat ik dat het zo weer zo tussen de 90 en 100.000 mensen waren. Je ziet nu ook, ik stond dan hier en er komen officieren of veteranen bij mij. En het eerste wat ze zeggen, het is goed dat je hier staat. Het is hier goed dat je met jouw mensen hier staat. En ja, dat is een grote winstpunt. Maar dan zie je ook dat het gewone Nederlandse volk achter ons staat. En vooral veteranen. En natuurlijk ben ik ook blij dat jullie onze strijdlied en enige volkslied tot nu toe hebben gezongen. En dan zegt Jong, zou rekenen tegen mij, heb je goed gedaan? Want voordat jullie zongen ben ik de tent ingegaan, heb ik gezegd, iedereen die kan staan, staan. En zo hoort het ook. Want we hebben maar aan de ene kant één volksstrijdlied, dat is de Hinamasawaya. En jullie hebben ook gezien dat ik daarvoor heb gesalueerd. Ik breng de eregroet daar. Ik moet als Nederlands veteraan en Nederlander, dat ben ik ook, ook de eregroet brengen aan het Wilhelmus. Dat is helemaal niet erg, want dat hebben onze vaders ook gedaan. Maar er is daarna één volkslied, strijdlied, waar ik de eregroet breng. Dat is Hinamasawaya. Goed onthouden, want als er een andere lied wordt gezongen, zou je mij never nooit niet de eregroet brengen. En ik ga ook niet opstaan.
Ja, dat was me onzeker opgevallen. Dat, dat is duidelijk. Wat ook heel belangrijk is, dat gaf je ook net aan, is van, vanuit de overheid. En dat vinden wij vanuit Frontsie Walima dus ook. Ons motto is ook altijd zo, krijg je de overheid niet mee, moet je niet zorgen dat je de bevolking tegen je krijgt. Want er zijn genoeg Nederlanders, vooral veteranen, die mee participeren en meedenken en die de juiste geschiedenis kennen. En daarom is het ook heel belangrijk om deel te nemen. Ja. Daarom willen wij ook ons dank uitspreken naar Maluku voor Maluku, die dit toch bewerkstelligd heeft. Onze vorige spreker die heeft dat ook aangekaart. Zij, waarvan de overheid de deuren had willen sluiten, heeft Maluku voor Maluku gezorgd dat die deur wel open bleef. Kijk, en dat is gewoon heel belangrijk. U als voorman, die dat, dat had kunnen bewerkstelligen, daar moeten we trots op zijn. En ik denk dat er voor in de toekomst meer vruchten hiervan uitgeplukt kan worden voor de inzet en voor de waardering, naar ons, vooral naar onze ouderen en het respect toe. En daarom staan wij hier. En dat geldt denk ik ook voor u. Ja, ja. Nou ja, respect naar mij hoeft niet. Onze ouderen. Maar onze ouderen, die er niet meer zijn, daar moet je respect voor hebben. En wij, eerste, tweede, derde, vierde generatie Molukkers in Nederland, mogen we het niet pikken dat onze ouders als oorlogsmisdadigers weggezet gaan worden. En let op, ik waarschuw je voor de Molukkers die dat wel aan meedoen in dat spelletje. Kijk uit, want de grootste vijand zit bij ons. En als jij onze ouders niet respecteert en ze af wil maken als oorlogsmisdadigers, dan moet je niet bij mij in de buurt zijn. En dan ben je voor mij ook geen Molukker. Nee, daar heeft hij volkomen gelijk. En daar staan we ook helemaal achter. Onze ouders zijn inderdaad geen oorlogsmisdadigers. Ze hebben op dienstbevel handelingen gedaan. Zij waren militairen. En daarom is het zo belangrijk dat de juiste informatie naar voren wordt gebracht. En als laatste, in de maand juli, augustus, komt Maluku voor Maluku met een onderzoeksteam met materiaal wat heel Nederland zal doen opschudden, maar ook Molukkers. De Nederlandse overheid blijft verantwoordelijk voor de knielamnese en al hun nazaten totdat zij teruggekeerd zijn richting geboortegronden. Dat blijft keihard overeind staan. We staan ook naast een kraampje met Veteran Family Care. Kunt u uitleggen wat dat allemaal inhoudt en wat dat allemaal betekent? Okay, de tent is van Maluku voor Maluku. Is opgedeeld in Maluku voor Maluku, maar ook Veteran Family Care programma knielamnese. Dat is een programma die ik met dokter Hans Rob Remy, ook veteraan, die werkzaam is bij Letschade Advocatenkantoor Utrecht. Dolderman Letschade Advocatenkantoor Utrecht. Die hebben wij geschreven en daarin hebben wij een plan uitgerold voor zorg, nazorg op de eerste, tweede en derde generatie. Wat heel veel Molukkers nog niet weten is dat wij onder de veteranenstatus vallen. Dat betekent dat de Nederlandse overheid zorgplicht heeft. Zorgplicht heeft op de veteraan, zijn pater en zijn kinderen. En wij zijn een hele specifieke groep van veteranen, zeg ik altijd. Want deze veteraan is nooit thuisgekomen. Nooit. Let wel, nooit. Ze zijn nooit naar huis gegaan. Dat heeft zijn weerslag gegeven op het gezin. En laten we nou eerlijk zijn. Het doet jou ook nog steeds zeer wat jouw vader, grootvader is aangedaan. En die pijn zullen wij blijven dragen. Maar die pijn moet verdraagzamer worden. Die pijn, de Nederlandse overheid heeft zorgplicht, ook ten aanzien van ons, om ons daarin te begeleiden. Dat wij ons land hebben verloren door diefstal en bezetting en onderdrukking, die pijn gaat nooit meer weg. Maar de pijn wat wij hier hebben meegemaakt de laatste, laten we zeggen, 72 jaar, daar is Nederland verantwoordelijk voor. En daar is de Veteran Family Care programma voor ingesteld. En dat gaan we dit jaar uitrollen. Oké. Pardon, we staan hier bij de Veteranendag. Wat is uw gevoel hier omtrent?
perasaan dari Bung Nyong bagaimana untuk hadir sama-sama di Maluku for Maluku di Veteranen Dag sini. Ya, pertama begini tuh, dia punya perasaan memang akan kayak bagus, tapi di sebelah lain juga sedih. Sedih karena ketorong punya bapak-bapak yang memang bekas, sebenarnya bekas kenil. Karena dua orang masih tetap kenil. Karena dia punya demobilisasi akan belum terjadi. Maka itu ketorong masih mempertahankan dua orang punya status selaku kenil. Kenil, tentara kenil. Walaupun kenil dia sudah dibubarkan tahun 1950. Tapi karena yang tadi beta bilang juga tuh dalam penerangan yang beta kasih, kedatangannya bangsa Maluku, bangsa Ambon di tanah Belanda di sini ada dua titik yang kita orang tidak perlu lupa. Itu pertama, kedatangannya, kehadirannya bangsa Maluku di sini, itu pertama tanggal dia punya proklamasi Republik Maluku Selatan tahun 25 April tahun 1950. Itu poin pertama. Poin kedua, karena kita orang bapak-bapak dua orang masih kenil. Dan dua orang juga belum didemobilisasi seperti orang kenil. Maka itu masih mempertahankan dua orang punya hak kenil. Nah, itu dua titik yang kita orang sampai sekarang kita orang mesti tahankan. Dan tadi bagus juga yang siapa nih dari Belang van Nederland, Tuan Van Hagen untuk hadir. Dan untuk juga saksi dan dengar apa yang tadi beta ada bilang. Pertama yang tadi beta majukan kita orang punya nasib selaku bangsa dan dia punya Republik Maluku Selatan. Dan itu beta juga minta dukungan dari orang-orang bekas politik dari tanah Belanda dan veteran-veteran di sini yang kalau dorong mau dukung ketorang, pertama dorong mesti akui dan dukung ketorang dan ketorang punya proklamasi Republik Maluku Selatan dan berdiri dan ketorang bahu-membahu untuk mempertahankan ketorang hak kenil. Maka itu kehadirannya ketorang memang di sini akan sangat bagus dan sangat juga penting. Dan memang juga akan juga kita mesti minta terima kasih juga dari Maluku for Maluku yang dorong tetap bisa bilang saja di pintu yang Belanda mau tutup akan supaya hak kenil dan soal RMS akan dihapuskan tanggal dorong punya aktivitas di pintu akan masih tetap buka ya terbuka apalagi tadi yang tadi Van Hagen dia hadir di sini itu memang satu kemenangan. Untuk kita orang, jangan kita orang lupa, kalau sampai orang Belanda sekarang, dorang sudah mulai dukung kita orang, dan dorang sudah mulai insyaf yang bangsa Maluku, bangsa Ambon ini, tidak boleh lupa dorang, dan harus mesti bantu dorang, apalagi kita punya bangsa sendiri. Dan kita orang ini satu panggilan juga untuk kita punya bangsa, maupun di tanah Belanda, apalagi di tanah air, tetap mempertahankan kita orang punya proklamasi Republik Maluku Selatan. Karena itu kita orang punya hak, negaranya ketorang Republik Maluku Selatan itu adalah satu jaminan untuk ketorang dan ketorang anak-anak, ketorang cucu-cucu dan generasi-generasi yang nanti akan mau datang. Terus itu ketorang kehadiran di sini memang akan sangat sangat bagus. Karena ketorang bapak-bapak tadi yang beta bilang dorang masih militer. Sewaktu dorang meninggal dorang dikubur, sebenarnya itu dorang dikubur dengan tidak ada kehormatannya selaku militer. Dan itu memang satu titik juga yang kita tetap mesti majukan akan juga di pemerintah Belanda. Apalagi sewaktu dorang mau, dan itu juga satu kesalahan dari kita punya pemuka-pemuka dulu, yang dorang menerima dia punya Rietker Penning, ya toh. Pada saat itu memang, kalau kita salah satu orang Belanda, sudah dia pun nama lagi. Misalnya dia memang terkenal selaku satu entertainer juga. Dia bilang, ini ada lain lagi. Sudah dia pun nama. Dia ada bilang pada itu dia punya soal kenil akan mulai muncul dan Rietker Penning dorong sudah mulai majukan akan. Dia bilang orang-orang Ambon, bapak-bapak Ambon dorong tidak boleh terima ini Rietker Penning. Karena itu satu satu yang kita orang bisa bilang tanda yang sing ada kehormatan kepada dorong punya menderita dan dorong punya sakit. Terus itu, terus kita orang juga mesti tahan. Terus itu.
Oké, terima kasih, Bapak Nyong.